Vorig jaar zijn de laatste gedetineerden vertrokken naar Nieuwegein. En heet dit gebouw ineens De Vrije Wolf. En ik ben al jaren bezig met allerlei werken die rondom dat gegeven dat ik zit te maken hebben. En dus eigenlijk, ik wil gewoon iets bevestigen, zou je kunnen zeggen. Iets wat hier was, maar ik wil het ook op een bepaalde manier omdraaien. Dus van een, iets wat je voor straf deed of waar je niet uit mocht. Dan wil ik eigenlijk ombuigen naar iets wat je op vrijwillige basis doet, wat eigenlijk in onze wereld nauwelijks meer kan. En namelijk op een prettige manier afzonderen van alles wat er om je heen is. Nou, de hele tentoonstelling, daar doen 41 kunstenaars doen eraan mee. Deze zijn geselecteerd door een speciale commissie die is aangesteld. De commissie die heeft gekeken uit, ik geloof, 265 aanmeldingen waren naar de kwaliteit van het werk. Ook een binding met Utrecht of de stad Utrecht of dat ze wonen en werken in Utrecht. En ook naar het thema, ook niet onbelangrijk, dat is onder controle. En dat vindt plaats in de gevangenis, dus het werk moest daar ook een beetje in passen of daar iets mee hebben, zeg maar. Net zo'n fout, waar je dan helemaal gestoord van wordt. Ja, dat was meer een soort abstracte benadering van hoe ik dacht dat het is om in een cel te zitten waar alles vast zit. Dus je bed zit vast aan de grond, de kast zit vast aan de muur en je wastafeltje en je wc. Je kunt niks verplaatsen, je mag er niet uit. Ik heb een tekening opgehangen die ik zelf heb gemaakt. Is het ook in referentie naar bijvoorbeeld mensen die hier zomaar hebben zitten krassen? Of ben ik dan heel erg onbeleefd? Nee, mijn werk was al zo. Maar ik moest inderdaad wel denken aan die mensen die hier gezeten hebben. Ja, ik kon me voorstellen dat ze misschien op de wand getekend hebben, ik weet het niet. Het zijn eigenlijk meer dat wat er in je hoofd afspeelt, dingen die weg kunnen vloeien door de muur, maar sommige dingen die ook gewoon ja, blijven staan en die er zijn. En de bal geeft eigenlijk de hoop van, nou, het kan het, ergens in het midden zit er iets dat het een uitweg kan vinden, maar hoe? Ja, volg een lijn en probeer ergens iets te vinden, maar daar gaat het eigenlijk over. En ik vond dit een mooi ding wat ik aantrof, wat heb ik gefotografeerd en de foto's ben ik gaan bewerken en die heb ik weer opnieuw gefotografeerd en die ben ik weer gaan bewerken en uiteindelijk heeft het geresulteerd in een kopie die ik hier heb aangebracht en wat me ook opviel in al deze cellen is dat alle spiegels die zijn, die hebben iets, dus die doen het niet helemaal meer. En dat vond ik ook wel aansluiten bij mijn thema, dat gewoon die vervorming. Dus die vervorming is heel belangrijk geworden, die zich letterlijk afspeelt in die kopieën en in dat spiegel die het niet meer doet. En ik ben allerlei parallellen gaan zoeken in mijn werk. Ik vervang eigenlijk de burgemeester die graag hier aanwezig had willen zijn en wethouder cultuur. Maar die hebben een debat wat heel erg past bij dit thema, want dat gaat over bed, bad en brood. Ik denk ik kom hier toch, omdat ik zelf zeer geïnteresseerd ben
niet dus in cultuur, maar ook eigenlijk beroepsmatig. Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest. En dit is toch een fantastisch complex en wat eigenlijk ook behoud moet worden voor cultuur. Dit moet eigenlijk een beroepplaats voor cultuur blijven. En ik denk dat we daar ook voor moeten vechten. En wil je dat echt verder brengen, dan heb je initiatieven als dit nodig. En ik ben ook zeer dankbaar dat het genootschap Kunstliefde, want die doet het met weinig middelen, dit soort grote projecten, nu één keer in de twee jaar, en ook de atelierroute doet, is natuurlijk fenomenaal. Controle over de architectuur, de ruimte die je bezet, de engte van de cel. Er zijn er veel kunstenaars die daarmee bezig zijn geweest. Maar ook wel politieke controle. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Hijacking the News, een prachtig project. Ook hier te zien en van George Overhill, de Korea-film. Kortom, dat is allemaal in deze tentoonstelling te zien. U moet in ieder geval zometeen die kant op. En ik weet niet, Monique of Marion die staat daar. Maar moet ik het seintje geven? Nee, moet eigenlijk... Nou, iedereen van uitgenodigd om de gevangenis te betreden. Ik dank u wel voor uw aandacht. De laatste hand? Is dit de laatste hand? Ja, ik ben niet zo netjes. Ik was wel precies. Ik moet wel netjes hangen, hè? Ook omdat je het zo dichtbij hebt, hè? Ja. Ik was vanochtend nog langs, maar... Ja, ik vind deze heel gaaf. Ik kan me niet voorstellen dat het zand is, eerder beton of zo. Een zware tijd geweest voor die. Ik vind het dilemma wat erin zit mooi. Nee, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er iemand is die denkt van je bindt een kat op het spek, zeg maar. En ik ga er met een stapeltje vandoor. Ik ben benieuwd. Ik ga ervan uit dat het wel gebeurt. Ja.